Yo kijkers van Top, zullen jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video en bij mijn eerste oorlogsvideo. Ik ben nu even op de Dynemap om jullie een heel klein stukje uit te leggen hoe de oorlog ontstaan is. Het wordt heel kort, hierna krijgen jullie de beelden te zien. Zoals jullie zien ben ik hier bij Adla en bij Adla is het allemaal ontstaan. Adla deed wat vervelend, we gingen gewoon cent halen hier. Ik was per ongeluk hier bij dit eilandje aangekomen omdat ik verkeerd was gestuurd door Maxim, foute communicatie. Maar we gingen dus zand halen, hun volgde ons. Een beetje, ja, een soort fitty in roleplay chat. En daarna hebben we ook gezegd dat we er naar Adla gingen komen en dat ze 10 minuten hadden. Oké, we zijn dus naar Adla gegaan en ja, we wouden eigenlijk gewoon een eilandje claimen ofzo. Want een groot land mag je gewoon niet claimen. Alleen ze gingen allemaal uitloggen. Ze waren eerst met 6 of 7. En wij waren ook met iets van 6 of 7. Ik denk met 7. Dus het waren gelijk aantallen, het mocht. Alleen Adla besloot ineens uit te loggen tot ze met 2 waren. Ja, dus toen hebben we gewoon dit eilandje geclaimd. En verder is er niks gebeurd. Daarna zijn we weggegaan. Alleen later die avond kwam een nieuw vendor in. Met 20 man naar het eilandje. Hebben ze het eilandje teruggeclaimd. Wij zaten toen hier even bij Entropia. Gezellig hier op het andere eiland van Entropia. En toen besloot Nief Fenderin naar Khaleesi te komen. Ze zouden met 4 man komen, de rest bleef op de kust. Alleen Entropia ging eerst even spreken wat ze aan het doen waren. En toen is het uiteindelijk ontstaan in een 10v10 ongeveer. Tussen Nief Fenderin tegen Entropia en een paar van Khaleesi. Hoe dat gaat aflopen, dat gaan jullie allemaal nu zien in deze video. Ik zou zeggen, geniet van de beelden. Wow! What the fuck is dat? Dat is weerwolven. Oh, rip. Oh my god, de weerwolven. Wat is dat? Ja, dat zijn zo'n krachten. Ja, dat is van Nieuw-Fenrin zijn weerwolven. Hey, schiet hem kapot dan. Ja, die weerwolven. Hey, wat doet hij, jongen? Schiet op hem. Kokkie, jongen. Wacht, jongens. Jongens, ik heb een bot hier. Ja, maar jongens, hij voelt zich wel hoog. Hey, kijk, hoe OP is die hond? Jongens, even stil, even stil. Ik kom er nu aan. Wesker, schiet alsjeblieft op. Ik moet echt nu opschieten, want we hebben bijna geen tijd meer. Ik ben aan het rennen. Hé, hey, man! Oh. Ik ben niet bang voor jou, net. Waar is die jongen? Dat hondje is het. Ik zie hem ook niet. Je weet het. Oh, hey, ik zie hem nog steeds niet. Ik zie niet hem. Geef hem weer wat even. Hij pakt zijn zwaard op. Ja, doe maar. Yo guys. Go, allemaal, go. Allemaal borra. Hey, pas erop. Hey, wat is dat? Ja, dat zeg je voor mij. Is een Russische vriend. Ja, jongen, jullie zijn lekker druk of zo. Rin, daar allemaal in. Jongens, ik zit. De in, gewoon de in. Ik word gefocust. Sander, kom. Ik ga nu kopas plaatsen. Hier jongens, ik zit er zelf in, jongen. Bag! Hé, help me even. Hallo. Kunt ik naar mij helpen? Elefant in de kop heb. Blijf ze plaatsen, oké? Bijna dood. Hey, open Maxime. Deze man, Emiel. Kut. Pak met z'n allen, Emiel. Met z'n allen. Ik ben dood. Goed al, jongen. Hoe kunnen jullie zo snel doodgaan? Hebben jullie geen golden apples of zo? Oh, die gasten komen ook, jongen. Auw, ga op mij schieten, jongen. Xander, what the fuck? Ik heb er zo fucking wat is deze erecode, bro? Gaan we nog rust doen of gaan we hier blijven? Nee, man. Blijf hier, garage, denk ik. Ja. Maar kijk, maar ik kan het ook gewoon zeggen, we zullen morgen Adla met rust laten. Dat heb ik ook al heel tijd gezien, maar ja, dat wouden jullie niet. Hey, ik ga Adla, ga lekker neuken, jongens. Freepot 4 farmen, deze heel heeft niet eens fire. Wij hebben geen feit met Adla, hoor. Nee, heel veilig met fire. Wij hebben morgen waarschijnlijk wel fight met Adla. Nee, we hebben geen fight met Adla, met Medusa. Oh, kut. Ah, lekker, jongen. Ik keer helemaal naar tegen. Ah, ja, ik heb een energies nodig. Die staat achter hun, dat is het probleem. Kunnen we het toch niet? Ik zit echt in een perfecte spot. Dat is de bedoeling van een bow fight, keer erbij. Guys, je moet eigenlijk via rechts proberen een beetje. Nee, blijf je rechts. Sunday. Maar ik ben met low armor deze fight in. Thomas, ga terug. Auw, jongen, wat een power. Gaat te ver weg, man, Thomas. Sander, kom terug. Thomas, ga terug. Ja, wacht, jongen. Wat doe je? Ik ben op missie.
Oh, je pik Thomas, fight gewoon. Wat? Fight gewoon. Ja, beter vind je van eentjes, Thomas. Ja, jongen, ja, daar achter staat hij, dat is een fuck. Jongens, ik heb er nu eentje. Wat is mijn gaan zeggen? Je gaat jouw kant op, Thomas. Ja, ik ben... Thomas, what the fuck doe jij daar? Jongen. Oké, ik denk dat hier komt jullie kant weer uit. Jongens, wat denk je dat ik heb, hè? Hier. Want eet op die naar ons? Oh, hier, hier, hier. Oh, nee, hier, nee, Ender chest, jongens. Wacht, waar zijn jullie op? Achter. Blijf schieten, maar ik ga een hele stijl. Oh nee, kut, kom even dingen aan het roken in een chest. Oh nee, ik kan een keer. Hoe kan. Oh, for ik real? Oh my god. Oh my god. Hoe ben jij dood? Waarom is jeugd? Ik ben down hier. Oké, jongens, ik zal het voor jullie even verduidelijken. Real Killer wou dus een nieuw setje aandoen. Dus hij deed zijn oude gear uit en wou zijn nieuwe gear aandoen. Alleen had hij dus 1 of 2 seconden geen gear aan. Waardoor hij net geraakt werd door een pijl. GG. Keto, ik heb alles. Oh my god. Doe die energies alsjeblieft. Keto, meen je dat nu? Ja, oké. Ik had. Ja, dat ben je niet, jongen. Je gaat dan niet al je gear ineens aantrekken. Ja, 1-1 aan. Ik snap het. Jongens, wat nou? Ze doen een hele slappe flank over rechts. Als je nu richting het noorden gaat, kan je ze. Wij moeten ook naar rechts, want anders worden we geplankt en dan kunnen we nergens heen. Ja, sorry. Welke fucking kennis? Ja, je ziet letterlijk voor mij staan. Jongens, jullie kunnen 2 dingen doen. Er zit rechts. Rechts! Oh ja, ja, ze rushen, ze rushen. Gaan we rushen? Nee, zij rushen. Boven, even. Jongens, we gaan rushen. Go. Deze mannen, kopwebs. Hey, ja, ik ook. Ik ga dood, jongens. Nou, lekker, eigen kopwebs. Help dan. Allemaal die kopwebs. Kom mee, help. Ja, ik ga lekker dood. Hè. Godverdomme. Ik heb down die kopwebs. Ik, man. Ja, nou, heb echt een reta gehad. Wat? Niet naar het water. Jongens, we worden een beetje teruggekinderd. We kunnen het wel weer doen, man. Ga naar fucking richting Utopia. Naar rechts, jongens, naar rechts. Boospammen, je kan ze nu niet boospammen. Ik ga een beetje water, man. Nee, niet naar het water, hey, pas op. Dan moet je chasen dat andere groepje, pannenkoek. Maar ik zie je bent toch gezond van de groep. Dat groepje mag chasen, hè. Jongens, ik word echt ziek hard gehit. Ja, we worden een beetje achterna gezeten. Ja, ik kan met hen aan het lopen, ja. Ja, dat was al één. Ja, ik snap het niet waarom dat ging fighten. Jongens, ik word heel erg gehit. Oh, okay, die fans zijn hond geworden. Oh, wat heeft hij met die hond, jongen? Ja, en dan zijn we uiteindelijk toch gevlucht naar Entropia. Want we waren gewoon met 2 kingdoms, waardoor je elkaar kon hitten. En ja, hun hadden gewoon al die goede PvP'ers bij elkaar. En wij hadden juist de mensen online moeten spokkelen. Die er op dat moment nog waren, want het was redelijk laat. Maar in ieder geval, goed gevochten. Nieuw fan erin. Jullie hebben zeker indruk op ons gemaakt. En ook zeker Jurgen met zijn weerwolvenkrachten. Daar wil ik nog best wel wat meer over weten. Dus misschien moet ik binnenkort eens wat meer informatie daarover gaan verzamelen. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jullie het nu leuk? Laat zeker een blauw duimpje achter. Dit was mijn eerste oorlogsvideo. En er komen er nog veel meer aan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en ik zie jullie later.